Een week lang geld inzamelen voor Sportclub Veendam eindigde vanmiddag met het benefietconcert aan de Lange Leegte. Een keur aan artiesten, een volle tribune en een lekker voorjaarszonnetje zorgden in ieder geval voor een goede stemming. Maar of het allemaal genoeg is, Arnoud Bodde die is aan de Lange Leegte. Arnoud, dat is de grote vraag of al die acties ervoor gezorgd hebben dat Veendam voldoende geld heeft. Ja, want een feestje was het wel vanmiddag aan de Lange Leegte. Met dank aan de man die naast mij staat, Henk de Haan. Henk, wat heeft dat opleverd vandoor? Ja, we hopen, de berekening moet allemaal een beetje worden natuurlijk. We hebben ongeveer 2000 mensen, 2200 man ongeveer. We hopen dat we er 40.000, 40.000 en over zouden houden. Dat zou geweldig zijn natuurlijk. Ja. Wat denk je? Want er gingen ook t-shirts van de hand vanmiddag. Ja, er ging ook geweldige t-shirts. Die zwaard met een mooie opdruk natuurlijk. Ik heb niet de Bruce tablet, Bruiser, not the Bruce. Proud to be a Bruiser. Nee, dat is fantastisch. Een tientje per stuk. Ik kreeg ook 7, 8 euro en over. Ik weet niet hoeveel door van verkocht ben. Het was een happening. Het was een ware happening. Geweldig. Hoe was het voor die? Ja, geweldig. Genoten. Ik heb ook lekker op de tribune gezeten. Om voor u mocht ik nog even toeten. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik heb ook genoten van alle optredens. Ja, geweldig. Super. Dat was nooit de enigste, Henk. Genieten, dat deden, zoals Henk al zei, zo'n 2000 man vanmiddag. Van al die artiesten die hier op de middenstip stonden in het stadion aan de Lange Leegte. Ik zag hem in de wagen in de achteruit. Hij liep de gunnebus, ik wil rijden uit. Hij lacht in de spiegel en zei, wat een strop. De halt is nog 7 staten verderop. Daar in de ingerummer kwam te laat. Mijn vrouw die van de boswandeling, ik zet in mijn broer, we gaan hier naartoe. Je zit hier schiever aan. Ik heb mooi de oldersplotie. Dit is prachtig, ik vind het prachtig, nou al. Ik vind dit nou al, die sfeer vind ik nou al mooi. Echt. Ben je een voetballiefhebber of een muziekliefhebber? Ja, gaat overal van. Dan vind je daar van Grunt, van Ajax. Ik zit overal te kruipen. Nee, niet overal te kruipen, maar ik ben er wel fan van. Ja, klap. Ja, prachtig. Ja hoor. Ja, eerlijk. Dat je dat doen kan met de mensen in dat rond en op staat, nou, die staat op middenveld met een accordeon en dat je dat met de mensen doen kan, vind ik prachtig. Angelo Seintje, handtekeningen uitdelen, t-shirts verkopen. Hoe gaat jullie dat af? Ja, dat wil nog wel lukken. Ja, dat gaat wel goed. Ik heb een redelijk ontspannen dag. Ik hoop dat iedereen straks een leuke middag heeft en dat het een beetje aanslaat. En dan morgen goed nieuws? Ja, ik heb wel goede hoop in die zin. Ik heb wel redelijk vertrouwen in dat in ieder geval beroep wordt aangetekend. En wat daarna volgt, daar heb ik totaal geen inzicht op of invloed op. En als je gauw komt, dan krijg je een standbeeld. Ik heb hem lol er nog even inleven als er weer de keur komt. Nou, ik vind het heel leuk tot nu toe. Ik wacht eigenlijk op Jannes, daar kom ik voor. En een beetje voor Veendam ook, toch? Een beetje. Dat was het benefietconcert eerder vandaag aan de Lange Leegte. Nu was er Arnoud ook een speciale kerkdienst voor Sportclub Veendam. Hoe zat dat precies? Ja, die werd gehouden door de Zwarte Mannen. Die mag je omschrijven als de cultuurdrager sinds anderhalf seizoen ongeveer van Sportclub Veendam. Een beetje op de achtergrond. Man als Herman Sandman, journalist en schrijver en oud-wethouder in Groningen, Jaap Dijkstra. Ja, en die praten dan over hun club onder andere. Dan gaat het over voetbal. En dat zit dan zo diep van binnen dat het bijna religieus was. En dus hoort dat in de kerk. Voetbal in de kerk, dat kan in Veendam. Goedemiddag, voetbalgemeente Veendam. Dat kan ik nog zelf niet. De weg onbestendig ging streep over lien. Ik knijp met oom in de verte kook wat zien. Met arms wie dan. Natuurlijk wel vaker gedaan, maar dit vond ik wel heel bijzonder. Ook omdat voetbal in de kerk beleden werd. Dat vond ik, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wanneer deelde hij zijn beuk uit? Het was erop of eronder? Ja, dat ging moeiteloos.
Dat was, het is de tijd van Pasen en ja, dan kom je toch wel in een wat christelijke sfeer. En dus dan leg je automatisch de link tussen de dingen. Een kerkdienst en een benefietconcert. Wat gebeurt er verder nog? Het stadion is nu leeg, maar belangrijk is natuurlijk de dag van morgen. En de man die nog steeds naast me staat, die kan me daar wel iets over vertellen, denk ik. Henk, wat meun voor dag? Ja, die day meun. Die day meun, drop of eronder. En wie wordt meun wakker? Gaan we eens even kijken op internet, want hier een hoeveel geld te winnen komen is. En ja, hopen dat altijd... Dat een poordom geen betalingsverkeer was natuurlijk bij de alle banken. En dat geld dat van een andere bank komt, hopen dat het middag binnenkomt. En om 4:30 wordt me meer. Die kunnen beslissing nemen worden of je de deur gewoon of niet de deur gewoon. Spannend. En een handje die slogan? Mijn slogan? 1710 016 99. Nee, ik bedoel die andere slogan. Oh, die slogan. Broezem eerst een. Pom. Yes.